Onze charmante Angel verwacht een baby. Maar Devi wordt binnenkort ook moeder. Oh, dat is spannend. Ontdek wat er nu gaat gebeuren op Lalilu. Laten we een hemelsmooie jurk naaien voor Angel. We hebben witte katoenen stof, naald en draad nodig. Neem de maten op inclusief de babybump en naai het onderstuk. Lijm de kant aan tulle. En doe er een laag tulle met glitters overheen. Rits het samen. Onze rok werd pluizig en magisch. Bevestig de mouwen op dezelfde manier. Besier de halslijn met een strook veren. Voeg glitterverf en strassteentjes toe. De veren zien er zo goed uit op haar armen. Geen saaie paardenstaarten. Maak haar lange haar los en borstel het uit. Voeg een poort van kralen op de pols. En de pop heeft engelenvleugels achter haar rug. Doe brads in haar oren als oorbellen. Boven haar hoofd hangt een aureool van ijzerdraad en witte kralen. Angel voelt zich helemaal thuis als ze in de wolken is. Deze is extra zacht. Mijn engeltje wordt heel binnenkort geboren. En we zullen leggings maken van fonkelende tulle voor onze felle Devi. De legging past als een handschoen. Laten we nu een shirt maken. Vouw de rekbare stof dubbel. Knip een halslijn uit, armsgaten en pas de wijdte aan. Nu hoeven we alleen nog de zijkanten te verbinden. Klaar! Doe je handen omhoog. Zo, geweldig. We hebben een rode leren rok nodig die bij het topje past. En een mooi leren topje. Steek het hoofd in het ronde gat en midden en scheid de mouwen met het springringen. Nu gaan we ze verven. Besier de onderkant van de rok met zwarte vlammen. En definieer de randen met gouden acrylverf. Zet het haar op en voeg gouden randjes toe aan de bovenkant. Paarse schoenen? Geen sprake van. Deze zwarte zijn veel beter. Ze kunnen zelfs over hete kolen lopen. Knip vleugels uit schuimpapier. Bevestig er nog een vel op en kopieer de laag. Bedek de basis met een heleboel zwarte veren. Dat is prachtig. Wauw. Laten we horens maken. Maak een frame van ijzerdraad. Vorm boetseerklei hoorntjes. Smeer ze in met matte acrylverf. De hoorns komen met een staart. Wikkel een strook zwart tikkerschuimpapier rond een draad. En voeg een rode pijllijntun toe. Krul de staart. Nu moeten we alleen nog een hooivork maken. Verf een houten spies rood. Knip 2 drietanden tanden uit foampapier met glitters en steek de spies erin. Deze demonische moeder zal de kracht van haar nieuwe hooivork ondergronds uitproberen. Helse misten, sombere wolk in slechts een paar seconden. Wat een geweldig resultaat. Goedemiddag, dokter. Ik zou graag mijn baby willen zien. Oh, dit is je eerste echografie. Nou, de vleugels komen goed uit. Dat is een gezonde baby. Volgende. Hoi, ik ben er ook. Wat is het resultaat? Geweldig, ik zie mijn ondeugende kleine baby al alles in de fik steken. Laten we nu eens naar je engel kijken. De halo is er nog. De vleugels staan recht. Straks moet je wat meer ruimte maken op je wolk. Laten we een zwangerschapskussen naaien voor Devi. Schets een grote staart op rekbare stof. Naai het aan de zijkanten. Laat een klein gaatje over. Vul het kussen met polyestervulling. Daar ligt iets glimmends. Het zijn een heleboel rode driehoekjes met glitters. Lijm ze langs de achterkant van onze draak. Maak een vredig gezicht met acrylverf. Voeg wimpers toe en zet streken op de staart. Maak hoorns van moetseerklei en verf ze ook zwart. Terwijl Devi in het ziekenhuis lag, viel papa in slaap terwijl ze haar kussens knuffelde. Kijk hier eens naar, het is zo schattig. Damon, word wakker. En geef hem mijn kussen terug. Lieverd, vind je niet dat we het een beetje benauwd krijgen? Ah! Zowel Angel en Devi zijn dezelfde nacht bevallen. Was je niet bang, Devi? Niet meer dan wanneer ik pittig eten bestel in een nieuw restaurant.
ik ben erg bezorgd. Wat als de vleugels goud zijn en het aureool zilver? Een nieuwe vroedvrouw heeft de baby's gebracht. Kom hier, baby. En jij, met de hoorns, kom ook hier. Oeps, wie is wie? Nou, mevrouw, hier is uw baby. Getekend, verzegeld, afgeleverd. En één voor jou. Wat? Dit kan niet waar zijn. Dit is niet waar ik voor getekend heb. Deze halo is niet van mij. Ah, mijn baby staat in brand. Breng een blamblusser. Nu praten we. De baby's zijn eindelijk bij hun echte mama's. Laten we deze blonde baby zilveren vleugels geven. Maak een ring van een pijpendrager. En lijm het aan een stuk bloemendraad. Onze kleine engel is klaar. Wolken kunnen gevaarlijk zijn om op rond te rijden. Het is beter om voorlopig in een wiegje te slapen. Knip 3 wolkvormige stukjes uit een kartonnen pakje. Bevestig dubbelzijdig tape. Haal de beschermlaag eraf en doe er wat polyestervulling op. Trek het stuk over op kartonnen stof. Laat veel extra rond langs de randen. Breng hete lijm aan op de achterkant en wikkel de randen om. De zachte wolk vloog bijna weg. We maken een tweede wolk op een andere manier. Knip het schuimpapier en bevestig het op karton. Verbind daarna beide wolken met elkaar. Breng blanke lak aan op de rand van de stroken schuimpapier. Bestrooi met glitter. Versier met lovertjes in de vorm van hartjes en sterren. Omwikkel de wieg met schuimpapier. De baby is zo comfortabel en knus. Voeg een visdraad toe, zodat we het kunnen ophangen. Nu wiegt de hemelse wieg onze kleine engel in slaap. Doe hangertjes in de vorm van hartjes en engeltjes aan een draadje en voeg er dan kralen en pailletten aan toe. Maak alle draden vast aan een ring. Het is allemaal zo interessant. Het is sprankelend en mooi, toch, zoon? En de kleine duivel is ook een geweldig kind. Wat schattig, hij heeft zijn eerste melkhoorntjes. Ze zijn rood. Maar zijn ondergoed laat hem op een engel lijken. Geen witte stof, alstublieft. Hier hebben we een betere versie gemaakt van rood schuimpapier. En een leren poort met een pijl van schuimpapier aan de punt maakt een schattige staart. Kleine duivels houden ervan om overdag te slapen en 's nachts plezier te maken. Maar de wieg is nog steeds een must. Gebruik het onderste deel van een bleekmiddelcontainer en bindtouw. Wikkel garen om de container en lijm het vast. Smeer de onderste helft diagonaal in met rode acrylverf en maak de bovenkant zwart. Snij een schuimrubberen matras uit van ongeveer 1/2 inch dik. Wikkel het in fluweel en leg het in de wieg. Als je zo'n wiegje wilt ophangen, moet je kettingen gebruiken. De kleine duivel kan alle koorden en draden in brand steken. Buig dik draad met een rondbektang. Vormen tot een standaard. Daar hangen we de kerstkristal aan op. Nu is alles precies zoals het hoort. Rook, vuur en de baby in de wieg. Vreselijke dromen, zoon. Laat iedereen daar binnen stikken. Laten we een badkuip maken met kokend water. Snijd de bodem van de shampoofles af. Schilder vuur op de bodem. Breng lijm aan op de randen en bedek het met kralen. Een bad nemen in deze badkuip voelt zo lekker. Na een paar keer baden is kokend water niet eens meer zo heet. Demonkinderen moeten de klok rond in de gaten gehouden worden. Je zou met een brandblusser moeten komen. Lijm een oude kapotte speelgoed. En verf het rood. Zet de verf vast met glanzende nagellak. En bevestig een bedrukt etiket. De baby's spelen op een weide. Maar het is best moeilijk voor twee jongens om met elkaar overweg te kunnen. Vooral als er een engel en een duivel zijn. Maar vriendschap kan alles overwinnen. Het lijkt erop dat ik precies op tijd ben aangekomen. Je hebt het goed gedaan. En Devi was erg verbaasd toen ze een witte bloem in de handen van haar jongen zag. Wauw. Kinderen spelen tegenwoordig met de vreemdste dingen. Haalde ze haar schouders op en vloog met de baby naar huis. Klik op de duimpjes omhoog en zeg wie je leuker vond. Vergeet je niet te abonneren op Lalilu. We hebben binnenkort nog veel meer interessante video's.